Hi Paul, ik ga het maar even met een filmpje proberen wat duidelijker te maken hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus ten eerste, zoals ik al in de e-mail me afvroeg, is wat google jij dan precies als jij het idee krijgt dat je niet op de eerste pagina te zien bent? Want mijn screenshots waren misschien niet zo duidelijk, omdat zoals je ziet pas hier onderaan op welke pagina je zit en dat kon ik er niet altijd bij opkrijgen. Dus deze is dikker gedrukt. Dus dat wil zeggen dat ik nu op de eerste pagina zit. En hier zie je welke groep ik ingetikt heb om hier te komen. Snel autorijbewijs halen is een van de meest relevante zoekwoorden of combinaties. Nou, als ik dit ingetikt heb, wie staat hier direct bovenaan? Rijopleiding Paul Greven. Dus eerste pagina. Rechtsbovenaan ook nog heel mooi in het beeld. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of het nu direct gaat gebeuren terwijl ik hier kijk, maar zoals ik je al uitgelegd heb, die advertenties die roleren met concurrenten. Dus dat kan ook zijn, ik heb het daar straks meegemaakt, dat dat hele groepje dat je nu ziet even verdwijnt. Dus jouw advertentie verdwijnt dan en een paar minuten later komt die weer in dat rijtje te staan. Maar die wisselt dus af met concurrenten. Als je logisch nadenkt, kan dat ook gewoon helemaal niet anders, want er zijn zoveel mensen ondertussen, bedrijven die aan het adverteren zijn, ook in jouw zakelijke concurrenten. Dus die kunnen onmogelijk allemaal bij iedereen op de eerste pagina staan. Dus die rouleren. Dus het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld ongelukkigerwijs net googelt op een moment dat die advertentie van jou een paar minuten uit beeld is. Maar ik in ieder geval, het is de tweede keer dat ik dat na een korte periode probeer. Dan hier moeten we ons niet blind op staren, want echt googelen op rijopleiding Paul Greven, dat is heel leuk dat je dan in de zoekresultaten komt. Kan soms ook nog wel eens nuttig zijn, maar je moet bedenken dat zij die je wil bereiken, je doelgroep, jou eigenlijk nog helemaal niet kent. Zij die je kennen, die tikken gewoon je URL in en die zijn bij jou. Of die bellen je zelfs, die kennen jou. Waar je het moet van hebben, is je doelgroep die je nog niet kent. En die gaan dus zoekwoorden gebruiken die relevant zijn voor wat jij aan te bieden hebt. Maar in ieder geval ook hier sta je, behalve deze eerste betaalde advertentie, ook helemaal op de eerste pagina. Sta jij direct al te zien hoor. Dus ook dat gaat goed. Dus snel autorijbewijs halen had ik ook getoond. En dan heb ik hier ingetikt autorijlessen Uden. Nou, hier sta je ook direct baf op de eerste pagina. Ik tal bewijzen, alsjeblieft. De vetgedrukte cijfers is de pagina. Dus pagina 1 bovenaan. Dan heb ik. Snel autorijbewijs had ik al. Autorijlessen Den Bosch, daar heb je ook dus zoekwoorden op, omdat het zeer relevant is voor je. Nou, alsjeblieft. Autorijopleiding Paul Greven, dus ook helemaal bovenaan. En je ziet hier beneden ook direct pagina 1 hoor. Dus ik vind dat helemaal niet verkeerd gaan. En ik begrijp dus niet goed wat jij misschien intikt en dat je dan denkt van ik sta gewoon niet in Google, want dat is dus wel degelijk zo. Autorijlessen Eindhoven hebben we ook nog. Even kijken, hier sta je dan ook weer. En als je het niet gelooft, pagina 1. En je staat hier toch ook vrij prominent op de eerste pagina. En dit verschuift dus regelmatig. Dus als ik binnen een paar uur of zo kijk, dan kun jij even goed hier staan. En dit zijn wel. Daar zul je heel veel, denk ik, moeten voor betalen. Het zijn grote rijscholen die waarschijnlijk veel meer een hoger budget dan 5 euro per dag hebben en dus veel hoger bieden per klik. Die zullen veel meer hier staan, natuurlijk. Maar nogmaals, je staat wel degelijk heel goed in beeld op de eerste pagina voor al je zoekwoorden. Dan zal ik je ook eens even laten zien. Dit is. De analytics van jouw website. En hier zie je welk verkeer er allemaal komt. Dus direct verkeer wil zeggen dat ze echt
direct letterlijk de URL intikken en op je website komen. Dus dat zijn in principe allemaal mensen die misschien oftewel een directe link van Facebook hebben gehaald of van jou hebben gekregen. Social wil zeggen, die komen ook allemaal van Facebook, heb ik gezien. Kijk, ik heb dat ook zelf vaak gedeeld op mijn Facebook, dus daar komt ook al veel verkeer van toe. En van je eigen Facebook zullen er ook tussen zitten. Die zijn van andere sites doorverwezen. En dit is dan de paid search, dat is AdWords. Dat klopt ook, want in je campagne, kijk hier zie je, heb je in totaal 58 klikken gehad sinds je gestart bent. Dus dit loopt altijd een dagje achter, die statistieken, dus dat klopt. Die zijn daar allemaal van gekomen. En dan de organische zoekresultaten. En dat wil dus niet zeggen die er staan, maar die er echt op geklikt hebben en naar je website zijn geweest, zijn er 24 in die hele periode dat het gemeten is, hè? Dus 4 maart. En dan zijn er nog andere die niet nader te uit te leggen zijn van waar ze komen. Er zijn er nog 11 van geweest. En dit is dus je campagne. Dit is je campagne en dit zijn je advertentiegroepen die ik apart heb aangemaakt. Zoals Google het ook zelf aanraadt om te doen, omdat dat meer succes krijgt met hun eigen relevante zoektermen erin. En ook hier zie je dus bijvoorbeeld dat de advertentie snel autorijbewijs halen het beste scoort. Die heeft in die korte periode toch, hè, want het is nog maar van 4 maart, heeft die jou 20 bezoekers opgeleverd. En rijlessen, autorijlessen Eindhoven 7 en Uden 3 en Bos 6. En dan moet je dus niet vergeten, wordt jouw advertentie ook nog vertoond bij relevante sites in het zoeknetwerk. Dus dat wil zeggen, dat zijn niet zomaar de zoekresultaten zoals ik ze daarnet heb getoond, maar mensen die bijvoorbeeld op een forum zitten dat advertenties toelaat, maar dat wel over auto's gaat of iets wat relevant is met autorijlessen. En daar worden aan de zijkanten dus ook roelerend weer met anderen jouw advertenties vertoond. Hè. Dat is natuurlijk nog moeilijker om daar net op te komen om te zien of die daar staan. Maar ook dat hier in het zoeknetwerk komen die dus ook terecht. Dus ja, ik hoop dat ik je een klein beetje nader heb kunnen uitleggen hoe dat allemaal werkt. En dat je ziet dat zowel de organische zoekresultaten als je AdWords wel degelijk werkt. Het is natuurlijk frustrerend, maar dat gaat vast wel goed komen.